Nee, maak je geen zorgen. Ja, lekker naar Gerard, maar dadelijk de race alvast een beetje voorbereiden. Ik pak die wel op. Komt goed. Is goed. Ciao, ciao. Allemaal, welkom bij Racemakkers hier vanaf Heisterduin. We zijn live. Ik zie al redelijk wat mensen in de chat. Ik kan de chat ook zien, dus ja, ik zou zeggen, allemaal even duimpje omhoog. Like de video, vind je het nou tof wat we hier doen? Volg dan ook even het kanaal, dan kan je ons altijd volgen. Vanavond hebben we twee gasten hier vanaf Heisterduin. Dat is Maxime. Marcel en Wies zit nog achterin. Ja, we gaan zo meteen eerst eens even een kort gesprekje met Maxime om te kijken wat ze hier precies allemaal vandaag gaat doen. En welke verwachtingen ze, ja, we kunnen gaan managen. Maar niet voordat we onze racemakers hebben bedankt. Dankjewel voor jullie support. Jullie zien ze onderin in beeld voorbij komen. Dankzij hun kunnen we dit allemaal mogelijk maken. Dus dank voor de support. Verder nog één huishoudelijke mededeling. Je kan vanaf nu de Think4You app downloaden. Vanaf daar kan je vanaf morgen stemmen op de kleine korte stukjes die we vanuit hier knippen. En als jij dan stemt vanuit thuis, vanuit je app, op je leukste video, kan jij een prijzenpakket winnen. Ter waarde van €500. Dus ik zou zeggen, download de Think4You app. Stem vanaf morgen op je favoriete video. En dan, wie weet, win jij mooie prijzen. Ja, Maxime, welkom. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Dus, ja. Ik heb er zin in. Nou, gelukkig. Ja, je bent een ervaren Formule 1 gamer. Wat is jouw favoriete baan? Ja, eigenlijk wel Oostenrijk. Dan kan ik gewoon echt zo super snel door die bochten gaan. Kort circuit. Dus ja, ik hou wel van de snelheid en snelle bochten. Dat is mijn favoriet. Oké, wat zijn de verwachtingen van vandaag? Montreal is het... Ja, nee, het is ook een snelle baan met snelle bochten. Dus dat past wel bij mijn smaak van tracks. Maar ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het is soms wel een beetje chaos. Dus als ik niet in te veel crashes kom en lekker weg kan rijden, dan hoop ik dat het gewoon goed gaat. Top. En in het dagelijks leven hou je ook van snelheid? Zeker weten. We waren van het weekend op het circuit, had ik gezien. Ja, dit weekend waren we op Zandvoort. En daar mocht ik één rondje mee rijden met een coureur. En toen zei hij van, wil je zelf ook nog rijden? Tuurlijk wil ik zelf ook nog rijden. Dus toen mocht ik twee rondjes zelf. En dat was superleuk. Dus daar heb ik heel veel erg van genoten. Top. Dus waarschijnlijk die ervaring die je hebt opgedaan meenemen naar vandaag. En dan iedereen het stront voor de ogen rijden. Hoop wel. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Ja, ik zou zeggen, ga lekker zitten. Neem plaats. Yes. Ja, en dan gaan we zo beginnen. Maar niet voordat Tim even ons uit gaat leggen. Tim, onze race director, gaat even uitleggen hoe het format precies werkt. Tim, wat heb je vandaag voor ons in het verschiet? Ja, het is weer het standaard verhaal. We doen 3 races. 5 rondes per race. One shot qualifying. De eerste 3 van die in de race eindigen, het podium dus, mag niet kwalificeren voor de volgende race. En ik heb een paar verrassingselementen in petto. We rijden vandaag op Canada. Semi-straatcircuit. Dus dat heb wel zin in. Top. Nou, helemaal goed. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Zullen we aan de slag zetten? Ik zeg, laten we beginnen. Laten we gaan racen. Ik hoor die kleine plooi ook zeggen, we gaan racen. Hoor je dat? Oh. Is het tijd? Het is alleen. We mogen zo, eindelijk. Hebben we een silent disco of zo? Het is stil, hè? Ik hoor mogen we een beetje stil zijn. Oh, ready. Ready. Oh, ready. Hatsje. Ja hoor. Oké. Succes. Leuk hoor. Ja, iedereen succes, jongens. Stom, zeg even snel die vodka naar binnen. Nu kan het nog. Ah, ja, jongens, leg jij dan maar op de weg, vriend. Geen succes, geen succes. Gisteren weer afgedroogd. Ja, gisteren weer afgedroogd. One shot qualifying. Ik ga sowieso zeggen, moet je nou. Hey, Tom, heb jij dat one shot al op? Ja, zeker. De negende. Bloedgezellig hier. Ik heb ontdekt in het systeem waar traction control zit. Wow. Op nou, je ziet ook dat het regent, hè? Hey, welke chicanes kunnen we afsnijden? Allemaal. Ja, als je achter Olaf aangaat, komt het altijd goed. Maar je moet wel aanremmen, want anders krijg je een straf. Als je niet aanremt, krijg je een straf. Als je keurig aanremt en gaat alsnog rechtdoor, krijg je geen straf. Ja, dankjewel, Molly. Zeg je nou allemaal. Weet je, goeie tip. Iedereen gaat racen en het enige wat Olly doet is how to fuck the game. Ja. 100%. Echt. En de system. Ja hoor. Lukt al jaren met de Belastingdienst. Veel plezier. Veel plezier. Is de box naar rechts? Ja, jongens. Sorry alvast, hè? Sorry. Nee, jij niet. Nee. Succes allemaal. Is goed met je. Oh, toedels.
Ja, ja. We zijn ervoor. Oh, fuck. Ik ga gelijk op mijn bek. We beginnen op een hele andere plek. La la la. Ja, nee. Dit is helemaal in Canada. Dat eerste bocht er al van jou fout. Lekker. Ja, ik ging hier al gelijk af. Ja, ik ook. Ja? Ja, onze regio-richter misschien traction control uitgezet, inderdaad. Ja. Nee, aan. Ik heb het juist aangezet. Gaat weer lekker hoor. Maxime, hoe ga je? Hartstikke idee. So far so good. Nog nergens recht doorgeschoten, dus... gaat prima. Oeh. Ah, shit. Heb je al het gevoel dat je ervaring van het echte circuit kan bijdragen in de game? Dan moet ik even naar Canada vliegen en daar een rondje gaan rijden. ik doe mijn best. Ik zit nu op het laatste lange rechte stuk. De rest gaat lopen. Ik zit dicht bij jou. Klopt dat? Oh, daar. Jeetje. Andy, hoe ik gaat het dat bij ik jou? Gewoon achteraan gaan starten. Gaat slecht. Tractiecontrole is eraf of zo, man. Ik heb echt gladde banden, man. Dat is niet normaal. Okay. Ach, maar houd toch op, joh. Mij heb ik vol. 1-10-3. Ik moet nog een keer binnenkomen. Ooit. Binnenkomen? Ah, viel best mee met die regen zo. Ja. Ik mijn eerste ook. Canada. Dat was al klaar. Als je settings niet kloppen, kun je nu nog naar hulpmiddelen gaan. Rashid is de ronde nog aan het afronden. Ja, het duurt lang, sorry. Het zijn dus voor bizarre tijden die gereden worden. Zesde? Is dit nou weer? Ik heb een naal gereden, man. Ja, dat is een goed zeggen, echt iets. De uitslag. Pole position, Maxime met 1-10-3. En een gaten gat naar Andy van der Meijden op 2. Met 1-12-2. Dan Ferry op 3, Sydney op 4. En dan zit het toch wel heel dicht bij elkaar hoor. Alles binnen de 2 seconden nog tot en met de P6 René Watsema. Wie is Maxime? Hallo. Ja. Maxime is het hier in zijn huis te doen. Oh my god. Je guys are screwed. Ja, jullie zijn sowieso screwed. Is die Maxime halverwege het rondje ingestroomd ofzo? Vlak Olaf Monia. Ik ben gegaan. Te goed naar Olaf geluisterd. Nou, de eerste bocht hè. Iedereen op Maxime. Ik sluit het af. Ja. Blij dat zes is daar. Andy, wat is de kleur van je auto ook alweer? Paars. Ja, mooi. Wie van mij is het? Wat staat er nu eigenlijk aan? Staat botsen aan? Staat schade aan? Wat staat er allemaal aan? Kan me niet schelen, Henny, is het je neut. Jij staat aan. Dat is ook lekker. Hij dus voor het eerst een half uurtje oefenen. En dan beginnen ze niet voor die snelle chicane, maar daarna. Dus ik ging heel gelijk op mijn bek. Oké, jongens. Nou, dan gaan we weer hoor. Welkom op de kermis. Hey Tim, ik hou je in de gaten, hè? Race director. Kom op, hè? Iedereen kruisje? Oh, maakt niet uit. De magneet bij Rob van Zomeren staat aan. Ja. Yes, daar gaan we. Oh, dat is nieuw. Ik laat gewoon iedereen voorbij gaan. Ga aan. Ja, hoor. En we zijn onderweg. En de lichter uit bliksemstart van Andy van der Meijden. Traction control. Traction control. Daar gaat ze al. Nee, jongens. Dag jongens. Laat mij met rust. Stil in je pauze. En die op kop. Drie keer jou dikt. Waar is er eentje? Ja, achteraan. Echt? Wat is er gebeurd? Hier, tikt hij mij op even. Het zou er gebeurd zijn. Hè? Lekker voor je. Respect. Nee, ik heb twee rondes achter. Damn it. Hey, Rashid. Ah, slechte pop. Hoi. Ah. Tim grijp in als het misgaat. Bij het wegrijden creatieve plekken van remmen. Er wordt hevig naar de replays gekeken door Tim. Ferry. Ja, het is heel goed. Ja, grijp in. Jezus. Wordt hier in de muur gezet. Maf deze. Dit is nog niks hoor. Ik ben nog wel stom. Waarom sta je stil, man? Ik ben de aardigste van het stel, echt waar. Ik ben echt de aardigste. Andy inmiddels op 1,6 seconden aan de leiding. Ferry P2. Wat een fout spelen. Ik ben een beetje bang voor Marley. Voor mij? Ja, jij zit achter mij volgens mij. Oh ja, ik zit achter jou. Ja, nou, dat zal niet lang duren hoor. Nou, ik weet Kijk, niet hoor. Kijk, netjes de binnenkant gekozen. Mijn tweede keer dat ik dit doe, dus... Ik moet er even langs. Hoi, hoi!
Rachid, kijk, Gaston, Maxime gaat waarom rem jij daar? Hoi, klein stukje gas. Kut. Blijf natuurlijk klaar, je kan een hele tuin erbij beleggen. Ik zie helemaal niemand. Nah. We gewoon bij in bocht 1 drie keer voor mijn noten gereden. God, die banden gaan er weer aan. Oh, jongens. Jongens, wie is dit? Oh, drie man op rij. Dit is lekker. Kom maar. Ja. Kijk eens, met z'n drieën. Hoi, kleine touché. Bij Rick loopt de bocht iets anders dan bij de rest. Nee. Ja, Jan Lammers is aan het jagen. No! Man. Sorry. It's okay. Ja, wie loopt daar te duwen? Wie is dat? De excuses zijn al gemaakt, jongens. Ja, sorry. Oh, man. Hoeveel ronden gaan we rijden? Rijden mee met Sydney. Op een jacht op René. Oh. Binnen een seconde. Oh, ik heb alweer een penalty. Wat een probleem. Ik ga Sip! Met twee keer afgegaan. Wow. Hier is die blauwe auto, joh. Jan Lammers, welke kant ga je op? Ja, jongen, fuck it. Ja. Ik kan alleen maar en proberen een snelle tijd neer te zetten, want de rest schiet er echt niet op. Oh, god. Jongens, DRS is enabled. Dus zorg dat je binnen die seconde zit. Eind van het rechte stuk. Gaat hij automatisch aan bij deze? Volgens mij wel bij jou. Oh, Rachid, gaan we weer hoor. Hoi. Hey, het is wel kussen van de auto's. Lekker toch? Kijk eens, nou, jongens, wat een goed gevecht voor het middenveld voor P10. Ah, ja! Sydney, man! Ja! Begin het nou alweer! Oh, we zitten al een keer rustig te racen! Hij gaat een keer maar over! Wat gebeurt er nou? Nou, man! Laat ze weer, hoor. Jongen, jij ging vol remmen, vriend. Nee, sorry, ik ben niet Jan. Sorry, Rachid. Maakt niet uit. Hey, René. Hey, je vergeet een stukje. Oh, kut! Jan, nee, Jan! Wat de hel? Kijk. Nee, jongens, dit is toch niet te doen zo? Ik zie nog steeds helemaal niemand. Beetje lachen, man. Beetje rammen. Koekoe. Je hebt die paar auto's die mee draaien, Rachid, Olly. Ja, en ik kwam tegen jou, Rachid. Oké, ik zit nu rechts naast je, oké? Ja. Illegale tijdwinst. Nee, zit niet. Ja, sorry. Hoi. Ja, ik dacht even proberen, weet je wel. Ja. We moeten René nog even hebben hier. Oh shit. God, Sam in het gas, god. Stallen, wegwezen! Ja, heel goed. Ja, wie? Ja. Alle kanten. Je leidt normaal, man. Idioot. Hier. Ga lekker mediteren. Op je knieën, op je hurken. De vodka. Lekker hurken. Gaston laat je niet kennen. Je zit binnen de DRS-zone nog. Ah, Marcella, wat doe je? Nee, Gaston! Oh, nee, joh. God damn it, hey! Hey, you're gonna die! Oh, wat een actie! Door het gras, ja. Drie man binnendoor! Cella binnenkant! Ah, wie is dat? Kleine touché! Wie is dat? Red Gaston! Ah, dat vind ik niet normaal! Wie is dat? Ah, Tim, grijp in! Idioot! Wie is dat? Hey! Hey, Marcella, zit die, jongen! Marcella wil de laatste helemaal gek voor die gozer! Zou je leren? Wij met je afsnijden! Zie je daar? Zit ook zo gefrustreerd door gisteren. Ongelooflijk. Kijk jongens, hier komt het gevecht voor de numero uno. Hey! Nah, het is helemaal goed. Bocht afsnijden, het is dat ik mijn achtervleugel nog heb. En die van de meiden met 3/10 achter, Maxime met DRS. Hij gaat open. Nee, kijk uit. Gaat er voorbij op snelheid. Laat remmen. Man. God, man. Maxime P1. Geen contact, goed. Top Andy, dankjewel. Man, normaal is hij daar niet van. Dit is dat je nieuw bent, hè? Oké. Nou Andy, hou hem binnen die DRS-zone. DRS! Ik zit buiten de stonden. Rustig zit niet. Nee, nu niet meer. Laat remmen. Hard remmen! Ah, hou op, maar Sydney, man! Echt waar, joh! Etterige bloedlaaien! Ja, zelf ook mee, hè? Ja, heb je jezelf ook mee? Luister, als je afgekoeld bent, leg ik het uit. Het was Rashid. Nee! Ah, jongens. Het was Rashid. Geen commentaar, mensen. Geen commentaar. Het was Rashid. Nou, gefeliciteerd, Rashid. Ik heb veel bochten afgesneden. Rashid beukt jou eraf en hij beukt mij eraf. Sorry. Ja.
Als je er geld op wil leggen, een zootje. Het podium is bekend. Maxime heeft gewonnen. Niet normaal dit. Niet normaal. Net wat minder dan een seconde voorsprong op Eddie van der Meijden. Netjes. P3 op een goede 6 seconden. Rick P4. Nee, wat dan? Hey. Wie is dat? Ja, als het zo moet, Marley. Nee, niet normaal. Nee, kunnen we stuk of ding. Nee. Tim gaat er naar kijken. Tim gaat er naar kijken. Dat lieve stemmetje ook. Oh, Gaston. Oh, Gaston. Nee, is niet klonk, normaal. Klonk, klonk. Niet normaal. Oh, wat leuk, zegt die Watsmaat 12. Prima. Ja, het is kwalificeerd. Met zijn grote muil. Prima. Snap je? Karma. Zo, wat ben jij nou? Want je zat er zo goed bij. Rashid. Nee, dat kan niet. Rashid of lichter. Meeste mensen hebben ze allemaal opgekocht. Ja. Wat een gedoe. Ik heb iedereen ingehaald en toen weer niet. Wie is dit dan weer? Wie is dit? Maxime zijn daar. Ik moet even poppetje pakken. In dat? Ja. Maxime? Ja. Wat is Maxime veranderd? Maxime is scherpzeren nog. Maar het is Maxime. Leg eens uit dan. Jan, leg eens weer. Wat gebeurt hier? Gewoon Tim is een camouflagepak. Jan Lammers, dames en heren. Pak ook een bot kijken. Ja, het schelen. Koekoek. We worden er allemaal afgereden door een vrouw. Naar hè? Ja, raak vanuit. Nee hoor, helemaal niet. Ik vind het helemaal niet hoor. Oh nee, ik ben niet gekwalificeerd. Mannetje, heel raar getikt. Iets minder bochten afsnijden de volgende race. Maar kijk, hey, wel een 1.14.9 hè? Oh ja, zo. Lekker boeiend. Ja. Ja, Olaf, doe even overzicht waarom ik geen stof heb gekregen. Molly, overzicht. Oh, moet ik het even doen? Oké, gewonnen door Maxime. Ollie. Nee, volgens mij moet Ploy Junior dat doen in 10 seconden. Nee. In 10 seconden, daar gaan we. Maxime op 1, Annie van der Meijden op 2, Fris Moetje op 3, Rick Winkelman op 4, 5 Jan Lammer, 6 Richard Vriendje, 7 Rob van Zomer, 8 Sidney Samson, 9 Marcel de Bie, 10 Dursel Starreveld. Yes! Zuurstof. Zuurstof. Mooi man. Of vodka, kan ook. Ik heb het geprobeerd. Ik heb het geprobeerd. Ja, ik stop nog op mute, excuus. Michael, als je het een beetje van je vader wil overnemen, zorg dan wel dat je wat vaart erin houdt, hè? Ja. Hartstikke idee. Ik dacht dat ik alleen maar slap hoefde te lullen. Ja. Nou, dat lukt je aardig. Je zit in je broek. Het is een echte plooi. Wij gaan hier bij Huisterduin nog even een kort gesprekje met Marcella houden. We komen zo bij jou terug. Wat leuk. Waarom? Waarom met Marcella? Ja. De sessie begint over 18 seconden. Ja. Ja. Oh. Wordt een lang gesprek. Is één vraag. Ja. Een rondje. Even op rondje drukken. Zo. Marcella, leuk dat je er bent. Wat vond je wel de eerste race? Jammer. Nou ja, het begon al goed. Niet. Daarna op het einde probeerde ik mezelf ergens tussendoor te krijgen. Anders had ik er waarschijnlijk ergens achteraan geëindigd. Wat vind je van de concurrentie? Ja, ik lag helemaal kapot. Ja? Ja, nee, het is voor mij van... Ik rij heel veel verschillende auto's. Een snelle auto ook in het echte leven. Maar dit is toch wel anders. En sowieso een circuit is ook heel anders. Dus ja. Wat is je favoriete auto waar je in het echte leven mee rijdt? Hebt gereden? Nou, het laatste weekend GT3 was wel heel erg leuk. Ja. Helaas niet de circuit meer op geweest. Okay. Maar, we moeten door. 20 seconden. Oké, we gaan door. Nou ja, heel succes met race 2. Temperatuur van de asfalt 29. Gegrepen. Hatsiki day. Ja. Hey, kwalificatie. Hoort zo vaak, kom kietel me maar. Oh, ga maar mijn plek. Wat is dit? Hey. Ja, hey, wat is dit? Ik heb het weer. Ja. Ik ga 3 keer rond, hé. Tim, wat is dat voor een instelling? Ja, die is lastig. Ik had hem ook bijna niet meer. Nee, ja, niet normaal. En die Ferry moet ook naar de pit, toch? Ja, dit goed stoppen, dit. Ja. Wat een Mongolenkar is dit. Ik ga niet naar de pit, hoor. Vlak voor de finish. Vlak voor de finish, gewoon lekker stilstaan. Kijk, Jan vanuit de pitbox view. Cockpit view. Gaat er door je heen, Jan? Raak je die auto steeds aan het begin al kwijt? Ja, juist. Ja. Ik heb hem ook elke keer kwijt. Hij heeft te maken met je instellingen van je stuur. Nee, heeft te maken met je instellingen van je stuur. Je moet de dead zone op 0 zetten.
Want anders als je je stuurschreef hebt. Als je je stuurschreef hebt, dan in je calibratie, in calibratie van je stuur. Weet Tim wel. Dead zone op 0. Want dan elke stuurbeweging is gewoon sturen en verder niks. Oh, ik heb de muur geraakt terwijl ik zat uit te leggen. Sportieve hol, hou ik van. Ja, want anders wordt elke keer kwalificatie met een muur als eerste. Klonk. Ja, de Wolf Champions, ja, de moeten we even raken. Ah, moet eigenlijk moet verraken. Afspreken dat iedereen die de muur raakt, dat hij even kusje zegt. Kusje. Ja, kusje. Oh, weer een kutronde. Oh, oh Sydney Sampson. Ja. Hey, Olly. Ja. Lekker dan. Hey, Sydney, snelste tijd. Dit in de buurt. 1-11-8. Ja, maar ik lekker heb man kusje, hè. Kusje. Druk op de options. Ja, Sheet P2. Oh, je ziet witte auto, jongens. PlayStation logo. Ga niet goed. Ik weet niet, hij stopte. Dus ik denk dat het goed is gaan. Ja. Hier op options. Oh. Daaronder. Ja? Ah, oh, dat kan niet. Ik schiet gelijk weg gewoon daar. Ja, maar dan kom je dead zone niet op. Ja, misschien staan die assists anders in online dan in die time trial van net. Oh, nee, oh, dat klinkt wel tegen. Wat een vaktermen, zeg. Ja. Zo, hè. Hulpmiddelen. Ze speelt bijna elke dag. Ik heb een uitslag. Uitslag. De uitslag. 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 Op P1, Sydney Sampson. Ja. Met een hele strakke 1-11-8. Bijna 9. Rashid P2. Olaf P3. Jan Lammers P4. René Watsma op een mooie vijfde plek. Rick Winkelman op 6. Marley van der Velde op 7. Rob van Zomeren 8 en Gaston 9. Oh, je bent te langzaam, hè, Boy? Jammer. Nou, drie keer straks de laatste kans. Straks de laatste kans. Concentreren. Ah, Rick, ik vind het niet leuk wat je doet. Maar dan? Maar wie had... Nou, respect, maar je... weet je wel. Je moet daar maar staan met zo'n microfoon en dan moet je gaan vertellen. Ja, ja, ja. 7 seconden en dan geen wodka aan de buurt. Ja, nee, dan heb je... Dat is niet leuk. Nee, maar ik zeker dat er geen wodka in de buurt is. Ook niemand van ons, hè, lulde in de microfoon. Maar Rick zei het ook wel echt toen het altijd was. Juist. Ah, jongens, doen jullie wel normaal nu met dat rammen en beuken? Want... Ja, ik hoor, het kan nooit goed gaan. Gok is? Nou, niet. Hopelijk. Nee, jawel. Moet lekker langs. Hey, mag ik vragen over hoeveel ronden wij nu in race doen? Staat dat er 6? 36. Ja. Ik wil dit ook thuis. 5 ronden. Daar gaan we, jongens. De lichten gaan aan. Okay, en uit. Goeie start van Sydney. Kan hij hem aan de binnenkant houden? Oh, au, oh, ai, ai, ai. Laat remmen, jouwe. Nee, oh. Damn it. Middenveld. René weer. Oh. En die vuile... Er staat één iemand achterstevoren. Jongens. Marley. Nee, hè. Godzijdank, dat is een kloon. Haaks links af, de muur in. Ja, ja zien maar. Ja. Man, ik ga helemaal niet goed zitten. Wat doe je? Wie raakt mij nou weer? Wow. Wat heftig. Ah, joh! Godverdomme, man! Zo, klootzakken. Nou, ik sta ergens achteraan, jongens. Je zit niet rustig. Ik ook. La la la. Sydney. La la la. Sydney bijna dwars, jongen. Laat ja, optie. Lekker bezig. Er helemaal niemand meer om mee. Moet weer gaan vechten. Olaf loopt weg, jongens. 1,2 seconden. Ja, Olaf loopt helemaal niet weg. Olaf loopt niet weg. Hey, hallo. Heb je gezien wat ik in bocht 1 gedaan heb? Gewoon dat ik heb het gezien, gekozen, ja. Uit mijn leven blijven. Nou, Tim, let hem op. Nee. Hey, want ik moest mensen ontwijken, weet je. Avoiding an accident. Avoiding an accident. Bonuspunten dus. Kijk, Maxime. Lekker, Rob. P3. Rashid, gefeliciteerd, hè. Grasmaaien. Bedankt. Ja, nee, als zitten ik eten, dan hoef je duwen, me niet in de muur te duwen de hele P3. Tijd, hè. Wat is het? Ja, ja, tuurlijk. Wat voor auto rijdt die, joh, die Maxime? Rijdt die met een Mercedes of zo? Een Fiat Punto. Zo gedraagt ze zich. Asociaal! Vleugel voorop. Je bent een gast, hè? Nou ja, zeg! Doei. Wat is er? Ja, ik ben er even bij. Fuck, vervelend, ja!
Moet ik dat nou zeggen? Dat is al de tweede keer dat je me eraf bent. Zo doet ze dat! Ze snijdt gewoon die hele weg af! Dat is gewoon een vrouw! Alles rechtdoor! Ach joh! Het lijkt wat je was bij voorraad gaat beuken. Pas rechtdoor! En gewoon geen strafpunten! Dit kan er niet! Ja, ik moest René opwijken. Maxime is professioneel gamer en die heeft een code ingevoerd zodat ze geen strafsecondes krijgt. Ja. We hebben ook in het echt gekart één keer, René. Ik weet niet of je dat nog weet. Oh, nee, maar dat doen we nooit meer. Rachid loopt inmiddels wat in op Olly. Oh nee, wie is dit dan weer? Er zit die Sydney hè? Ja. Echt waar, vriend? Hey, we zitten ook in het team, hè? Kom leren. Ja. Dat is goed, jongen. Ja, hey! Hey, kom Kusje. Nou! Wie is dat Kusje. Nou? Ja! Kusje. Wie was dat? Niemand. Ja, oei, zo, hallo. Gaston. Ja, wie was dat? Wie was Niemand. Dat? Gaston, doe nou je ogen open, man. Godsamme. Ik ben helemaal gek van jou. Wie was dat? Ja, moet je maar opzij gaan, Gaston. Nu zit ze achter je, Gaston, blijf verdedigen. Echt... Ja, dat was van zomeren. Hij dat was van zomeren. Dit is echt niet normaal, die gast. Lekker, Olaf. Ja. Zit nu! Ja, je redt, je redt veel te vroeg. Daar komt Rachid, de er is open. Je redt vroeg. Oei. Je redt te vroeg. Jongens, als we elkaar even afrijden, dan kan ik voor Rachid is er voorbij. Veilig door. Even. Nou, Maxime, ik ben lekker alleen. Ik had een slechte exit. Prima. Ik heb een bocht. Oh nee, ik heb een bocht afsneeuw. Oepsie. Kan niet de eerste zijn. Waarbaar. Zijn we terug bij het gevecht voor P1. Gaston, ik wil je niet zenuwachtig maken, maar ik zit vlak achter je. Oh, prima, yeah. Rick. Domme. Mooie achterkant, hè. Niet te vroeg hebben, hè. Yes. Oh, ik zie best Ferry hier, hè. Ja, ik ben van zomeren, die hebben de 80 keer afgetikt. Haal het toch op, man. Je zit gewoon steeds of achter mij, me. Nou, ik wou net zeggen, je hebt het nog niet eens door. Dat is het grappige. Als je sneller bent, moet je er al langs gaan en niet achterop knallen. Ja, juist. Oh. Heel goed erop, aanpakken die gasten. Ah, hij wordt zich. Ik kom Maxime voor P2. Maar. Jezus. Die is de binnenkant. Olly remt laat. Oh, te laat. Hoi. Nee. Meer snelheid. Wow. Ja hoor. Ik krijg gewoon een maat. Dit wordt een heel vervelende ronde. Ik krijg even rechts van je. Het is iedereen stelt dit gloeiende, godgloeiende af. Ik vloekte niet, hè? Ik hield me in. Zestiende. Oh, nee. Maxime, snelste ronde. Oh my ja, God. Maxime mag nooit meedoen, hoor. Maxime, de laatste ronde. Ja, ik moet het echt wel leren. Starten is het ook. Luister, we doen het voor onze lol. We gaan ze professionals neerzetten hier. We gaan mijn hele zelfvertrouwen van. Ik doe het ook voor mijn lol. Nee, daar gelooft niemand wat van. Jij hebt ook hoofdschoentjes aan, hè? Ja. Je hebt een helm op ook, hè? Wat doe je? Je zit gewoon in Noordwijk met die helm op. Zie! Dit valt me van je tegen. Ja, dag. Wat doe jij? Daar werd Rachid even de rondte ingeduwd. Hier, hoor je? De commentator zegt het ook. Kijk, Rachid. En ik gaf je netjes ruimte net, hè, bij de hairpin. Snap Mario. Ja, ik deed even een vetteltje. Godverdomme. Wij zijn al 10 bananen dan langsgekomen. My god. Staat op het podium. Ja. Ik ben dit helemaal gek gemaakt door Gaston. Ik schiet en zo die hairpin voorbij. Ja. Ja. Niet normaal, Rick. Hij ging mooi, hè? De koekoek gaat er maar langs. Dat wordt regel in Zwartstraat. Pak een beetje aan de reet. Kusje. Alweer? Olaf heeft hem hier. Oh, auw, kus. Maxime, wederom. Oh my god. Nee, joh! We waren er al! Hij is laat. Hoe komt Sommer nou plotseling voor mij? Nee, joh, Sydney, hoe dit nou weer? Door mijn tijdstraf wordt Rachid gewoon nog tweede. Ik had tijdstraf, dus Rachid wordt gewoon tweede. Hoe is Rachid daar gekomen? Omdat Olaf iets meer tijdstraf had dan ik, denk ik. Nee, dat ik zijn had de bochten afsnijden.
Attentie, attentie, maak op plooi voor de uitslag. Wat een kutauto is dit, zeg. Ik ben nog niet binnen, zo erg is het. Oh. Ja, dat was heel erg. Wacht er nog even op, Marcella. Ja, hou op. Rick, leef je nog? Ricky! Ja, ik leef weer, verdorie. Juist. Oh, ja, ik ging mooi op een bloedstol op de vecht, maar ik schiet gewoon echt door in die herfst. Bloed zag er reinig van worden. Het was een prachtig gezicht, dat paarse ding achter mij door. Pakka! Ricky! Die van mij is groen, hè? Oh, hij is groen. Hey, ja. René, Renéetje, lekkere race, man. Ik neem er nog eentje. Hoeveel was René dan? Vijf, achter mij, maar het was echt battle. Echt vet. Attentie, Michael Plooy. Attentie, Michael Plooy. Ik sta klaar. Pas even regenbanden, jongens. Wat gebeurt er? Hij moet de uitslag doen. Mag ja, maar ik hoor de resultaten niet. Kijk eens, de uitslag. Mag ik jullie attentie voor de uitslag van race 2? Mij wel. Maxime heeft gewonnen. Rachid ternauwernood tweede geworden. Dat wordt Olaf door een kleine tijdstraf, P3. Dan Sidney Samson, René Watsema. 6 Jan Lammers, 7 Andy van der Meijden, 8 Marley van der Velde, 9 Jan Lammers, 6 hè? P10 van Rick Winkelman, 11 Facebookie, 12 Rob van Zomeren en Marcella D. Nee, dit is een sportief jongen. Kleine 53 seconden. Oh, ja, dit is voor mij de eerste keer ooit dat ik voor een ferry finish. Ja, ik kan niet weten wat er aan vooraf is. Is hij er nog wel? Dit is in huis al. Ja. Heb je nieuwe schelden net, jongen. Bij die achteraan. Jezus. Nee, dat valt niet op hoor. Valt echt niet op. Maar Maxime en Rachid en Olaf mogen dus niet kwalificeren. Ja, dat ook niet. Jij ook niet. Jij ook niet. Nee. Alweer niet. Ach, wat naar als mensen dat maar zeggen. Maar het gaat regenen. Nu gaat het regenen, dus het is toch mijn dag. Nu gaat het regenen. Waarom moet het elke race regenen? Ja, op die lijn is er weer. Voor mij heeft het nooit geregend. Kom ik helemaal niet meer binnen, denk ik. Dan moet ik in Canada. Alleen maar kusjes. Nou, ze weet niet wat haar umbrella is daar. Nee. Het weer is aangepast. Oh, oh. Maar dat zat de hele tijd al. Dat valt allemaal niet mee. Oh. Hoe Canada? Michael, wil je een interview doen met iemand? Hoe Canada? Nee. We hebben hoe iedereen Canada? Luister dan. Luister, hoe Canada? Nee. Canada? Canada. Oh shit. Hoe Canada? Andy, hoe Canada? Zit ik er nog in? Ja, zeker Gaston. Oké, dankjewel. Hey, weer is geen regen. Jawel, denk het is aangepast weer, zie ik. Nee, ja, we gaan wel. Zit je er nog in? Ik doe niet meer mee. Gaan we? Indy, je kan even achterover hangen. Zit je er nog lekker in? Wie? Jij? Hoezo? Ik moet gewoon kwalificeren, hè? Nee, omdat je zo achterover hangt. Nee, je staat derde, Andy. Nee, en die moet gewoon kwalificeren. Hè? Ja. Nou, dit is de normale lijst van de deelnemers. Dus oh nee, dan gaan we weer naar het begin. Ik hoop dat ik niet spin weer. Komt goed. Ja. Nou, en die handen uit je zakken. Recht houden. Ja. Maxime mag handen van je zak. Ja, jongens, even van je zak. Ik wil kwalificeren, Marcella. Ja, graag. Graag. Sta ik er niet voor, Jan Lul. Nou jongens, de derde kwalificatie. Op de taal voor een dame. Ik ben gewoon meegaan, zodat we even het gemiddelde, zeg maar, houden. Zodat het niet alleen maar hoog is, maar ook een beetje slecht. Weer droog. Weer geen regen. Lekker tip. Maar lekker ook geen lijnen waarschijnlijk. Tijdens ook de race gaat het vast regenen. Nee, je hebt maar twee banden ook. Hey, dit is de laatste race, hè jongens. Dit doen drie vrouwen mee. Moet je weg? Vrouwen doen er mee, laat het niet regenen. Ik niet. Ja. Ja, wacht maar. Oppassen, jongens, niet gelijk de muren op het rechte stuk voor je rondje begint. Ja, dankjewel, maar hoe kan het dan steeds, man? Ik zal het proberen. Nou. Recht houden, stuur. Nou, hou die stuur recht, hè, jongens? Hou hem vast. Nee. Ja. Kijk, tip van de eeuw. Oh, nu heb ik het. Nu heb ik het. Nu heb jij hem. Ja. Oh, nu is Marit. Nou. Nah. Godverdomme. Koekoek. Lekker. Ja, bijna. Potje nou, het heeft geen zin meer om hem af te maken. Is toch wel mooi. Alles kan nog. Gewoon afmaken. Dat moest ik ook. Ja, dat is wel goed. Dan crasht iedereen voor mijn neus. En dan als Marley stopt, kan Nada meedoen. Oh. Nee, niet leuk. Oké. Okay. Ik deed even naar de winkelmannetje. Ik verstond je niet, sorry. Rechtdoor. Hoi. Dank je, vriend. Hartstikke idee. Ik ben Band en Brandsen van het sparen. Nou, die mooie had ik zo meteen. La la la. Nee, want het regent niet, Gaston. Oh ja, je hebt alweer een winkelmannetje. Oh, slecht.
Nee, Gaston, niet zo op je scherm spugen de hele tijd. Slecht, hé. Slecht, slecht. Was het maar lekker nat. Goed uit, Gaston. Ik ga een donut. Ik ga een donut maken in de happin. Weer ronde tijd ongeldig. Flikker nog eens op met dat kutspel. Donuts, 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 donuts. Ik maak donuts, la la la. Oh, in de happy. Donuts. Oh. In de happy. En nu een 8-jarige lied dichtbij, ja. Lekker hoor. Van Someren gedisqualificeerd. Van Someren als van ouds. Scheelt het, hè? Als van ouds. Robbie, wat heb je gedaan? Maar iedereen praat zo hard dat ik mijn eigen motor niet hoor. Ken je dat? Secretary, je praat zo hard. Ja, ik hoor mijn motor niet. Ik geloof dat de meeste mensen hun microfoon nog plus 10 hebben staan, waardoor anderen niet meer te horen zijn. Oh. Iedereen loopt door elkaar heen te schreeuwen. Zeg, hebben we hem? Nou, dat ben ik de kwalificatie. Maak jullie attentie voor de uitslag van de kwalificatie. P1, Ferry. P2, Sydney. Op maar 1/1000ste van een seconde. En die van de meiden P3. Dat komt door het gewicht, dat komt door zijn overgewicht. Jan Lammers 4, René op 5 op 2,5 seconden met overgewicht. Rick Winkelman P6, Gaston 7, Marcella 8, mooie 8ste plek. Marley 9, 10 Rashid, 11 Rob van Zomeren. Maxime heeft niet gekwalificeerd, toch? Nee, niet. Nee. Dat terecht ook. Michael, laat je niet gek maken door die gasten, man. Laat je niet gek maken. Je bent hartstikke goed. Hey, als Maxime nou stopt, dan kan Ada meedoen. Oké, laat maar. Ik heb het al een keer geprobeerd, dat grapje. Goeie woordgraf, hoor. Misschien dat Jan nog even een mopje kan vertellen over een winkel met iets van een iets van kleding wat je niet ziet of iets. Jan. Ja. Ja, kut. Het regent? Niet opgetraind. Eindelijk een beetje lezen. Kijk. Nou, nog meer glijden. Iedereen op de intermediates. Nog meer glijden. Is dit nou weer? Olé, olé, olé. Dat is de hele thema vol. Die zijn mannetjes allemaal hier. Ah, dat vindt die mol. Wat een gekke. Lekker schip kwijt in de weg. Wat zijn de rempunten? Oh, die zien we wel. Ik wil sliks. Tegen die man voor je. Wil je slikken? Die hebben we die ook wel. Zegt hij nou, wil hij slikken? Oh, die zit voor me. Oh jee. Sorry. En de lichten zijn uit. Oh, ik ging niet weg. Goeie start van Ferry. Ik zie helemaal niks. Oh, Sydney glijdt weg. Oh. Huppa. Oh, dankje. Ik weet niet wie er tegen me aanstoot. Wie zit er allemaal tegen me aan? Rustig aan, in eerste bocht. Super leuk, glijbaan. Hoi. Oei, 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 oei. En die pakken we één over. Hey, Winkelman, doe eens normaal, man. Ik hou je gewoon in deze keer. Oh, ja, hey. Oh, shit. Ja, sorry. Ik zie helemaal niks. Ik kon niks doen, Ferry. Ik werd geramd. Wie zit tegen mij aan? Molly ook. Wie zit tegen mij aan? Jij zit tegen mij aan. Nee. Oh, nee. Ik word van achter. Andy! Verdomme! Wie is dat? Andy is weg! Rob, iemand ging echt vol in mijn achter. Ik kan hier niet uit. Ik ben weg, Rimmetjes. Bloed op. Ja, ik zie je. Ik zit achter je. Oh, ja, ik zie het. Oh, mooi, man. Nou, kom op, hé. Godsamme. Kijk, Andy. We gaan ervoor. Oh my god. Ik glijd door. Je hebt huis. Domme Andy. Idioot. Oh god. Andy, heb je dit geoefend? Nee. Ja. Oh my god. Jongens, ik ben gedisqualificeerd. Ik stond er, ik kon er niet uit. Ik sta ergens vast. Ik zat klem. Sta vast? Hoe dan? Ik kon er niet uit. Geen idee hoe. Hé, hey, Andy, wat rij je goed, man? Oh. Wat is dit? Andy, een opperste concentratie. Ja, ik moet van die René winnen, die bloed op, want die staat er achter me. Ja, op een 4 seconden. Nee. Oh. René ook in de volle focus. Oh, gras. Oh, dat rijdt die Andy goed dan. Sorry, Eindrik, hoi. Ja, hij rijdt op slik. Jongen, hou nou op, wie is dat nou? Iedereen haalt me in, joh. Hé, hey, Rashid, doe even normaal, man. Rob, ga gewoon rennen waar je moet remmen, man. Gaat halverwege stilstaan. Ja, dat is nog geen excuus om dwars door iemand heen te rijden, gek. Wat is die Andy nou, joh?
Hey, Rashid! Ja. Wie was dat? Doei, Rick. Oh, ja, er komt Olaf voorbij plotseling. Wat ben je allemaal doen? Lukt hij, Rob? Lukt hij? Oei! Kom maar, Andy, man. Pedo. Ja, nu kan je weer pakken. Ik maak een foutje. Ja, ja. Ik denk niet te rijden. Kijk eens zo, hè, City. Ja, jij beukt mij. Ik krijg 2 seconden straf. Nou, is toch perfect. Oh, nee. Ah, nee. Hey, Jan Lammers. Leed af. Jan zit voor mij. Kansloos, Olaf. Ja, ik Godver. Weet het. Nee, Marcella nee, ligt zevende. Goed bezig. Andy 1,23. Nou, ik lag net beter, maar ik ging de muur in. Jan, zo neem je toch geen chicaan? Wat is dit nou weer? Jan, ja, Jan kijk, het nou zeg het hem! Zeg het hem! Dit is niet normaal. Kijk, Maxime, jongens, hebben snelste race ronde wie? Oh ja. Olaf. Oh ja. Oh, ik word gewoon door Jan binnenkant. Ah, nee! Ik denk dat de via hier even... Andy, jongen, verdomme! Ja, wat doe ik? Ja, je rijdt goed. Wie ben jij? Volgens mij rij jij niet. Je hebt gewoon iemand ingehuurd, hè, vanavond. Er zit iemand achter. Iemand checken of... Oh, Jan, die staat aan de binnenkant. Gaat hij goed, Jan? Oh, man. Maxime spint eraf. Laat oh, Maxime, nee, Jan, die beukt mij eraf. Dit is niet normaal. Ja, dat doet Jan de hele tijd. Dan kan je ja, moet je anders doen. Jongen. Gewoon ruimte houden. Wel, we hebben de lead space. Oh. Weer de baan af. Weet waar ik rij? Kusje. Ah, het is niet te rijden. Nee, waar is iedereen, jongens? Hallo? Oh, jeetje. Pak lekker een muur, Ricky. Pak een muur. Ik vertrouw Andy voor geen meter, jongens. Kan iemand Andy checken? Andy. Oh. Rick gaat rond. Ah, jongens, oh, dit is God, lastig. Het schiet er weer af. Maxime, je gaat me er niet weer af. Nee, ik kom achter je aan, jongen. Als je ruimte houdt... Ah, Ricky, goed bezig, man. Koekoek, leuk. Hou ruimte. Ah, ik ben graag. Alle deuren open. Jello, nou, kijk. Hey, Jan is gedisqualificeerd voor deze sessie. Jan, wat is gebeurd? Ja. Waarom stond je er al? Te veel chicanes afgesneden. Ja, ah, Marcella! Marcella, oh my god! Wie zit er bij? Je moet hem aanremmen. Rij, ja, ik ben aan het gassen! Oh. En ik heb een droog weerafstelling, ik snap het al. En die lijkt op een glanzenrijke overwinning af te gaan. Heb je alles nog onder controle? Ja, dat is niet, dat kan toch niet? Hij gaat lekker nog. Was links langs je! Ik kom gewoon van helemaal achteraf, hè? Hé, hey, je rijdt! Oh, what the fuck! Oké. Okay. Ga maar, oké. Okay. Wow! Hé? The fuck! Oh, ja, ja, ik heb auto zetten. The fuck doe ja, je dat, joh? Ik heb auto niet meer recht. Ja. Ja, het is een goede rol, joh. Ben je ook stout God, geweest, Perry? Het ging allemaal mee. Ja, ik ben zijn auto helemaal dwars. Ik heb de derde bocht niet gehaald. Ik ben, ja. Ik ben licht eruit, meteen. Oh, what the fuck? Doe schaam, ja, ik ben eraf. René is ook flink gezakt. Oh, ja, Maxime, niet weer! Ja. Nee. Ja. Laatste rondje. Ah! Nee. Oké, Olaf, ik kom voor jou. Yeah. Oh, proberen. Goed. Ik moet de podium hebben. Maxime, ik heb heel veel tijdstraf. Doe gewoon chill. Komt wel goed. ik haal rustig in hoor. No worries. Jij kan oh, ja, het ik neem vast. Even. Ja, dat moest even. Hey, Rob, sober, ik kom bij je toe. Oh, ik heb het niet geraakt. Nee, ik was het zelf dit keer, dat klopt. Iemand gaat eraf en rijdt gewoon drie auto's in twee, weet je. Ik bedoel, als je dan een beetje oplet bij het wegrijden. God, jongens. Was het een strolletje, Olly? Ja, was er mee wat, zeg maar. Ja, hallo. Het is niet expres, hè? Oh, ja, hey. Bij het wegrijden, kun je gewoon opletten. Nou, dat kun je wel zeggen, maar je had niet eens door dat je me eraf rijdt, wel. Ik rij jou er niet af. Jawel. Ja. Waarom we kijken straks even de replay. Rashid zit niet eens bij mij in de buurt. Echt niet. Nee, hoe denk je dat dat komt? Jawel. Ik heb alleen maar één keer de bocht afgestoken. En daar heb ik een tijdstraf voor gehad. We zien het wel in de replay. Ik heb niemand geraakt. Ik ben in de eerste bocht stilgestaan om iedereen eraf te laten gaan. Dat lukt ook niet. Oh, shit, Andy! Reneetje, waar ben je?
Ja, je moet lekker hoor. Lekker. Die rappen er nou weer af. 10 seconden maat, Sydney. Jezus man. Hey Rick, daar rij ik hè. Ik heb moeten vechten, jij, vriend. Jij gaat helemaal rechts. Oeh. Ik zit helemaal links. En jij slingeren tegen mij aan. Ja, nee. De groeten. Oh, René! Jongen! Nee. Hey. Oh. Ik ben al gedisqualificeerd. Oh, jezus. Ik dacht, hè. Oh. Wat doe jij? Oh, god. Ben binnen. Rick, waar ben je, vriendje? Waar ben je? Oh. Ja, heel ver achter je. Ik ben in ieder geval niet door de herpin gekomen. Oh, man, jezus. Heb je het warm, Tom? Sydney, we hebben je bijna niet gehoord. Helemaal van achteren, hè? Ja, ik moest zo hard vechten, jongen, voor een ponyplekje. Ja, wel sterk gereden. Ja, je hebt sterk gereden. Ja, ik moest wat houden. Geen eigen podium, schande. Ik ben gek op regen. Ik zeg, op jullie gezondheid. Kijk even, jongens. Wat een gedoe. Proost. Prima, Tim. Goed gedaan, man. Nattigheid. Pleur dat water er maar overheen. Olaf zou zeggen, giet die emmers maar leeg, kom erop met die handel. Juist, dat zijn de teksten. Ja. Daar komt de uitslag. Dankjewel. Hoppa! Ja, in mijn nek ook. Oh, Maxime, really? Dat is de meeste plekken inhaal. Nou, dat heb je wel gedaan. Van achter. Samen van achter. Ik vind het heel discutabel dit. Kijk eens. Ik hoor iemand foto's maken, dat kan alleen maar Andy zijn. Ja, lekker hoor. Lekker hoor, Mackey. Hey, kan je toch weer een tonnetje binnenhouden? Doe het op, zakkenvullen. Lekker man. Lekker gotcha. Hoor, pikbing. Ik ben echt gek op nat. Heerlijk. Ja. Ja, dat geloof ik graag. Ja. Nou. Hoe nat, hoe beter. Godverdomme. Oh, ja. Zomers, dan me dit niet. Nee, dat ben je hoog als je er weer niet op mag. Ja. Oh, wat. Minder de buurvrouw. Ja. De uitslag, jongens. En die van de meiden. P1. Oh. Ruime 10 seconden van Sydney. Maxime toch nog derde geworden. Ondanks de glijpartijen. Olaf vierde. Marcella, mooie vijfde plek. Gaston 6. Rachid 7. Ja. Marley 8, Rick 9, Rob van Zomer P10, René 11, flink gezakt van P2, Jan Lammers 12, Ferry, die heeft helaas niet kunnen meedoen volgens mij, dat ging even mis. Willen jullie nog een race, jongens? Ja. Nee, ik ga gaan, jongens. Ik ga de plantenwater geven. Door, jongens. Sorry, jongens. Ik ga de plantenwater geven. Rob gaat okay. Ook al weg. Ciao, jongens. Tot volgende week, jongens. Doei. Ah, steady dead, hoor. Hoppa. Lekker. Netjes. Steady derde. Jongen. Wie is Maxime? Die ken ik niet. Die wil ik niet meer mogen. Nee. Oh, dankjewel. Nou, we hebben nog een reetje, jongens. Ja. Doe er nog één? Ja, kom maar door. We hebben wel gekart. Kunnen we nog een eentje doen? Lelystad. Met dat, hoe heet dat? Karting start. Oh, ja. Toen werd ik tweede. Ja. Achter Maxime. Voor Maxime. Ik was derde, ja. Stond je achter Maxime? Ja, dat was in de kleedkamer, maar op het... Nee, dat was trouwens wel heel leuk. Dat was wel heel leuk georganiseerd. Dat kunnen we ook wel een keer met dit teampje doen, met dit ploegje. Al met z'n allen gaan karten. Ja, is leuk lachen. Zetten we Andy in een tractor. Ik krijg ze over je heen. Dan gaan we nog door, jongens. Ja, nog wel verrezen. Nu nog even doorgaan. For fun. Ah, maar geen regen heb. Dat vind ik niks aan. Geen regen. Nou, je deed het wel goed, hè, Andy? Ja, ik ben wel goed in de regen. Je hebt wel echt goed gereden, net. Je reed alleen maar weg. Ja, tuurlijk. Ik maakte een fout. Die Olaf Mol, die was boos, jongen. Ja? Hoor je niet? Hey, wie is dat nou, joh? Moet je aan de kant gaan? Je bleef ook verdacht stil, René. Wat zeg je? Je bleef ook verdacht stil. Ja, het is helemaal nergens over vandaag. En die ook weer op regen, of... Sowieso, vriend. Ik ga nergens. Sowieso! Ik slaap hierin, je weet toch? Ik heb mijn dekbed erbij gepakt, mijn pyjama aan, ik ga zitten. Ik heb mijn pyjama serieus aan.
Ik heb ook al wat handen gepoetst. Heerlijk. Kwalificatie in de regen. Nee, niet meer regen. Doe die regen aan, jongen. Waar doet hij nou regen aan, die gozer? Tim, doe die regen aan. Andy, wil je je geheim met ons delen? Nee. Gewoon doorrijden, niet te eng. Niet te eng rijden. Ik denk, oeh, glij uit. Nee, oeh, gas. Oeh, ben bang. Van gas op die lully. Gas op die lully. Iedereen. Gas op die lully. Je mag weer. Gas op die. Alleen Maxime mag niet. Oké, okay, nou, nee. Nu is regen. Maar oh ja, vasthouden. Iedereen mag toch... Oh, no. Ja, iedereen mag gewoon. Kwalificeren, toch? Oh, er schiet iemand erdoor. René. Ja, ik stop er alweer mee. Het kan nog, René. Ik ben weer gedisqualificeerd. Eerste race in het droge weer. Ja, hierna. Ja, ik denk het wel. Dat vind ik wel echt iets van Tim, om ons nu te laten leiden en dan hierna gewoon normaal doen. Maakt wel weer spannend, hè? Klopt. Hoe gaat het, jongens? Ja, dat gaat fantastisch. Lekker. Zijn we nog steeds live? Nee, toch? Ja. Nee. Oh. Zijn we live? Oh. Niet meer. Oh. Ja, we zijn nog live, jongens. Oh wel. Ja, en die zat al bijna van, hey, douche. Ja, ik wou bijna beginnen. Maxime, geef me je nummer. En die stapt zo nog in de auto hier naartoe. Ja hoor. Ben er zo. In de regen. In de regen, helemaal nat. Ah, kut. Maxime, volgens mij maakt dit wat los bij man hoor. Want zeg. Vond ik echt gewoon een potje met frustraties. Formule 1 spelen. Ja, bij jou wel. Oh, 14. 2 seconden. Maxime, 2 seconden P1. Oh my god. Oh, zo geneemd. Maar ik heb zin in. Gaat gewoon recht door, daarom. Is gedisqualificeerd. Ja, geheel onverwacht. Kijk, hè? Ja. Hey, maar René, geen gekke plek hoor, achteraan beginnen, want iedereen... Nee, daarom. Het is allemaal bewust, jongen. Ik ga iedereen ook voorbij laten, denk ik, ja. Nou jongens, race 4, Maxime pole position, 1.20.3, Sydney op 1.6 seconden met 22.0, dan Andy de vlak achter op, wat is het, 15 onderste. Ja, ga je al. En dan Rashid op 14e, en dan een klein gat naar Marcella de Bie op 2 seconden erachter, en dan Ferry. Klein gat? Dat kan je niet zeggen. Hoe weet jij dat nou weer dan? Ja joh, dat zeg je toch niet. Echt die plooien, jongen. Klein gat. Allemaal vieze rikken. Echt die plooitjes. Oh. Hij legt er zo'n plooi in, hoor. Oh my god. Maar dat, stel je voor, je bent nog live ineens, hé. Godsamme. Ik ben benieuwd. Nou, wat een geweld. Zie je, het is er ook. Nou jongens, het is wel donker. Godverdomme. Het is wel donker, wat is dit dan? Ja, gauw man. Bah. Bewolkt. Tim, niet jou gewoon, hoe jij je voelt, hè. Zo voelt Tim zich altijd. Gauw. Bloed op. Kan toch niet dit? Nee, dankjewel. Nee, eigenlijk niet, hè. Gele kaart, Andy. Ja. En we zijn weg. Oh, zit niet! Kom maar, joh! Ik zit goed, hoor! Hey, what the fuck, jongens! Hey! Ho! Wow, wie pakt mij? Wie pakt jou? Nee! Nee! Ik wou zeggen ik, maar dat kan ik niet zeggen natuurlijk! Ja, maar het was wel jij! Is het uiteen? Ik pak je gewoon terug, zo! Ja, dat mag. Zo, hallo. Als ik überhaupt een keer in de buurt kom. Oh, sorry! Zo! Oh, wat is dit nou? Lichte wat een haat! Lichten! Ik heb een hele jaar van de vier! Door het scherm heen! Sorry, ik rem niet te laat.
er staat een lijn op de weg, dan moet je remmen. Ja, het was gewoon stiekem, ik moest even. Ja, ik zit niet blijf binnen die seconde. Verdomme. Niet voor lang. Nou, niks aan. Oh, er rijdt Maxime op 1, gewoon weg van iedereen. Saai. Oh, ja. Sydney komt dichterbij. Ze begint praatjes te krijgen. Ja. Begin ik praatjes te krijgen? Ja, niet voor lang, hè, zei je. Kijk, laat die tien in. Maxime, kom jij uit Amsterdam? Nee. Mooi toch? Jezus, de buurt. Mooi je toch? Wat een gek! Wat een shit! Even serieus, kijk dan, ik loop een beetje kloten. Er rijdt me helemaal het bos in. 16e verloren deze ronde, shit. Ja, maar dat komt door het lachen. Maar ik ben ook aan lachen. Ja, oké. Okay. Van binnen. Rashid heeft de jacht geopend op Andy. Alweer? Ja. Ach shit. Oh, dat was ik. Hoi. Oh, zie je, dat begint Rashid hè, van achteren. Wow, gast, wat doe je? Ga weg, jongen. Ja, Rashid is gevaarlijk hoor. Ja. De DRS doet het niet. Andy, ik ga je gewoon rechts uitremmen, ik zeg het vast. Ik zei het nog, hè? Ik zei het nog! En die stuurt in. Doei, Rashid! Oh, DRS now available, yeah man! Die had ik nu kunnen gebruiken. Ja. Nou ja. Ongeduldig. De vraag is, wordt het bestraft of niet? Ik heb geen straf. Ik denk het wel. Nee, ik heb het over Andy. Oh. Ja, sowieso een straf. Wie? Andy, sowieso. Ah, klootzakken. Maxime loopt nog ja, maar weg. Maxime telt niet meer mee. Hey. Maxime is geboren in een PlayStation. In de PlayStation nog wel. Hoop, 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 hoop. Wat voor tijden rijden nee, wat ben je aan het doen? Nu is het snelste 1.12. Ik krijg het niet van elkaar op dit circuit. Nee, je bent niks waard vandaag, René. Hoe kan dat? Nee. Gisteren alles verspeeld, denk ik. Ja, gisteren. Je hebt in ieder geval nog kunnen oefenen. Dit is mijn tweede keer dat ik op zo'n ding zit. Ze in zit. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Nee, ja, tuurlijk, echt. Ja. Echte auto's. En niet ik dit. Heb ook niet geoefend. Ja, nee. Nee, ook niet geoefend. Nee, ook niet. Ook voor het eerst. Ja. Oh shit. Hé, hey, ik rij ook een 1.12. Ik moet nog iets harder, blijkbaar. 1.12 wat? Ah, Sydney blijft langzaam dichterbij komen nog steeds. Ah, nu loopt ze weer uit. Ja, ik had een fouten. Ik was aan het praten. Ah, dat is de tactiek. Zo gaat dat. Hoe gaat die Maxime? Maxime gaat zo snel dat ze gewoon haar pace aan het managen is, weet je wel. Ze is ondertussen soep aan het eten. Gewoon buiten, als het buiten de DRS zit, dan zijn we oké. Okay. Nee, alles gaat goed hier hoor. Helemaal prima. En wel slechter. Ah man. Ja, nu loop je uit. Ja. 2 seconden. Pak die bocht echt voor rot. Gaat hij beter, Ferry? Nou, ik ben een beetje klaar vandaag eigenlijk. Het ging helemaal nergens over. Het is dat verzomer is er nu heim, maar wat team heeft geflikt in die race hiervoor. Dat ging zo nergens over, ik was er eigenlijk helemaal klaar mee al. Fuck! Nee, ik moet altijd om lachen, maar ik kom hem nooit tegen. Maar nu ben ik hem tegengekomen, nu vind ik het eigenlijk niet meer zo leuk. Nee, de honden lusten er geen brood van. Ik moet de snelste ronde hebben. De laatste ronde. Hey joh. Ik heb paars in sector 1, Maxime. Oh. Dan ga ik even iets harder rijden. Met de paardenmoot aan. Een fijn handje. Ik heb paars in sector 2. Ja, maar ik heb sector 2 nog niet afgemaakt. Ja, ik heb rood in sector 1!
Oké, rechtervoet op geel. Oh. Ferry, alsjeblieft, ik moet snel zijn ronde, man. René, blijf het gras even maaien. Ah, ik heb slechte tweede sector. Oh, ja. Je paarse sector. Ah, je drie. Kan. EL4, man. Oh. Ik heb het best gedaan. Ja, je leeft nog aardig bij, hoor. Ja. Ah. Hey. Oh. Ik heb je op de lijn. Ja, ik heb Ferry op de lijn. Mooi. De lijn. Auto finish. Echt waar? Oh. Ja. Oh, kijk ze gaan. Het scheelde echt helemaal niks. Oh, je hebt tijdpenalty of niet, Ferry? Wat? Oh, man. Heb je ook tijdstraf of niet? Ja, ik denk het. Plus even. Ja, dat zal zijn. Ja. Oh. Oh. Hé. Ja. Nou. Het is nou, in de meeste races heel ongunstig om als eerste weg te rijden. René, rij even door. We moeten de uitslag nog doen. Ja, René heeft toch gegeven. René gaat tegen het verkeer. Botsing met Van der Meijden. Nou, ik ben al binnen, dus heeft die pech. Ja. Vuile flik, hij is fijn te zoeken altijd. Nu mis ik maar 700ste Andy. Echt jammer. Wat ben je aan het doen? Oh my god. Wat een gek, joh. Oh. Nou, jongens. Ik stap er ook mee. Oh! Op het droge kun je het niet waar maken, Andy, jammer. Nee, droger ben ik niks waard. Nat ben ik echt super goed. Nou, good to know. Oké, man. Ik ben ook, ik ben pleit, jongens. Yes, fijne avond, jongens. Tot zo. Tot later. Thanks, jongens. Oh, wat? Lekker een beetje, lekker hoor. Mega klappen, man. Oké, okay, nog niet gefinished. Jullie waren te goed. Ja, man, finish nog even dan. De laatste meters, René. Nou, blijf gewoon staan. Oh, oh. Kijk hoe gaan we. Wie duwt hem even de finish over? Ah, ja, kan niet meer rijden. Ik zit vast. Okay, later, kan ook op start en dan volgens mij... Thanks, jongens. Thanks, jongens. Fijne avond. Doei. Jullie ook, dankjewel. Maxine is veel te goed, maar ik ben mee, hoor. Bye. Oké, doei. Dames, komen jullie er nog wel even bij? Wat vonden jullie ervan? Chaotisch. Jeetje. Maar wel leuk. Het was echt wel lachen met z'n allen. En ja, de eerste race was gewoon clean natuurlijk, omdat ik vooraan kon starten. Maar voor de tweede race moest ik helemaal van achter terugkomen. Was wel gelukt. En dan de derde race nog net podiumpje. Dus was gewoon blij mee. Goed gedaan. En jij, is het voor herhaling vatbaar of was je er klaar mee? Ik wil het wel thuis staan om te oefenen misschien. Want je merkt wel hoe meer je dan doet, hoe meer je ook het gevoel krijgt ook wanneer je moet remmen. Want bij het begin denk je, oh ja, ik rem nu, maar dat is niet veel te laat. Ik heb heel veel kusjes gegeven aan de muur. Ja, dus, nou ja, maakt er veel progressie vanaf race 1 eigenlijk. Nou, als zij me ook nog even gaat coachen. Zij heeft een hele mooie set thuis staan, dus... misschien komt het nog een keer goed met mij dan. Ja. Top. Ja. Nou ja, nogmaals dank voor jullie komst. En ja, iedereen thuis, dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op het kanaal. Allemaal duimpjes omhoog. En thanks, tot volgende week. Ciao. Doei. Nou. Oh man, ik moet. Oké, waar is het? Hier naar buiten.